stripvrienden al na het lezen van één deel van de reeks Angel Wings, namelijk die je daar ziet, Black Widow, was ik eigenlijk meteen fan geworden van met name even tekenaar Romain Hugo. Ik vond het verhaal ook goed, maar ik mis natuurlijk een stukje. Dus ja, met name de tekenaar, die overtuigde mij meteen van zijn kunnen. En toen ineens plofte dit bij mij op de mat. Edelweiss. Ook weer een reeks getekend door Romain Hugo, maar ook weer een reeks geschreven door scenarist Jan, net als Angel Wings. En zij hebben al eerder met z'n tweeën een reeks gemaakt, namelijk De Nachtuil. En al deze drie reeksen bevatten eigenlijk dezelfde elementen. Het speelt zich af in een oorlog, er zitten vliegtuigen in en er zitten pin-ups in. Als je ziet hoe mooi de tekenaar Romain Hugo dat tekent, nou, dan denk ik niet dat iemand daar bezwaar tegen zal hebben dat ze dat vaker doen. En Romain Hugo heeft gewoon iets met vliegtuigen en heeft iets met piloten. Vandaar dat hij zich daar helemaal in verdiept heeft. En hij tekent met zo waanzinnig veel detail dat het eigenlijk net gewoon lijkt of het foto's zijn. Alsof je gewoon een fotoarchief of een fotoverhaal zit te kijken. Zo ontzettend mooi is het. Maar laat ik even niet helemaal lyrisch gaan worden over de tekeningen. Het verhaal eerst eventjes. Het verhaal zit best wel ingewikkeld in elkaar. Er zit heel erg veel in. Dus om dat in een notendop te gaan vertellen, dat is best wel even lastig. Waar het voornamelijk om gaat, zijn twee broers. Harry en Alphonse Castillac. Een tweeling. Nou, dan krijg je al bepaalde ideeën van, daar kun je iets mee uithalen. Nou, dat halen ze dus in deze reeks meerdere malen uit. Het zijn allebei piloten, alleen Alphonse, vanwege een noodlottige gebeurtenis, is hij gedegradeerd tot tankkapitein. Harry, als hij in de lucht is, krijgt hij altijd te maken met een Duitse piloot, genaamd Edelweiss. Nou, dat Edelweiss slaat niet alleen op die Duitse piloot, dat komt nog een paar keer vaker terug in dit verhaal, in een wat andere setting. Het mooie is, als je dit verhaal gaat lezen, deze drie albums, dit zijn echt, je ziet het al, prachtig mooie covers. Maar als je dat verhaal gaat lezen, dan ga je even zien dat het eigenlijk twee verhalen zijn die door elkaar heen lopen. Het heden, wat zich aan het front afspeelt, en in het verleden, wat er voorgevallen is tussen met name Henri en Alphonse. Maar uiteindelijk komt er een punt dat Henri uitgedaagd wordt door deze Edelweiss tot een gevecht op grote hoogte. Henri die heeft daar toch wel wat schrik van. En hij, kleine spoiler even, hij vraagt zijn broer om zijn plaats in te nemen in dat luchtgevecht. Daarna veranderen natuurlijk alle verhoudingen helemaal. Want inmiddels, ook weer door die persoonswisseling, heeft Alphonse zijn grote liefde Valentine leren kennen. Ja, wat krijg je natuurlijk als zij van plaats gaan verwisselen? Ja? Want dat heeft allemaal weer gevolgen. En uiteindelijk, als je het verhaal gaat lezen, dan is heel veel terug te herleiden op bepaalde gebeurtenissen. En ook weer een bepaalde persoonsverwisseling die in het verleden heeft plaatsgevonden. Nou, ik vind het echt een ontzettend goed verhaal. En ik zeg al, er zit ontzettend veel in. Je moet echt naar de stripwinkel gaan om dit te gaan lezen. Maar ja, qua tekeningen is het gewoon zo ontzettend genieten. Ja, meteen al de tweede pagina die openslaat van het eerste deel. Nou ja, je ziet al meteen, je ziet hier Edelweiss al die prachtige vliegtuigen. En zo zitten er nog gewoon een heleboel meer van dat soort echt fantastische platen in. Wat dat betreft het tekenwerk vind ik ontzettend mooi. En natuurlijk ook de pin-ups, de mooie vrouwen. Een hoop eye candy wat dat betreft. Dus wat dat betreft, ja, het is... Goed, ik weet niet wat ik hier meer over moet zeggen. Ik ben hier echt een ontzettende grote fan van. Ik vind het een fantastische reeks. Ik heb enorm genoten. En ik zeg al, het verhaal is gewoon goed. En ik zie die samenwerking tussen Jan en Romain Hugo zie ik gewoon echt als iets ontzettend gaafs. En er zijn meer van dat soort scenaristen en tekenaars die gewoon perfect met elkaar kunnen samenwerken. Dat resulteert gewoon in hele mooie stripboeken. Nou, in dit geval ben ik ontzettend blij met deze reeks die uitgegeven wordt trouwens even door Sylvester Strips. En het mooie vind ik even dat Sylvester Strips tegenwoordig heel veel albums in softcovers uitbrengt. Ja, in het begin had ik het idee dat ze eigenlijk alles alleen maar in hardcover deden, maar de laatste tijd krijg ik steeds meer softcovers toegestuurd om te bespreken hier zo. En daar ben ik heel blij mee, want die zijn natuurlijk toch wat goedkoper. Dus kun je meer stripboeken kopen. En wat dat betreft zeg ik even nogmaals, ga naar de stripwinkel en ga gewoon echt deze reeks halen. Als hetgeen wat ik je verteld heb in dit vlog je aanspreekt, nou ja, dan ontzeg je jezelf iets als je dit niet gaat halen bij de stripwinkel. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie zeker bij een volgend vlog weer terug te zien.